Ronnie, je bent oprichter en CEO van Micronit en ontwikkelt onder andere chips voor Lab on a Chip, de ruimtevaart en voor vloeistofanalyses voor het inzetten bij sneltesten voor het coronavirus. Worden deze sneltesten inmiddels al toegepast bij eerste lijns zorgverleners? Nou, op dit moment worden deze testen nog niet toegepast. Dat is wel de hoop dat het in de nabije toekomst wel lukt. Er is een hele grote vraag naar testen en ook naar sneltesten. Alleen de meeste testen die nu gevalideerd zijn, dat zijn nog laboratoriumtesten. Dus op dit moment zal het monster nog naar het laboratorium moeten en kan de test nog niet ter plekke plaatsvinden. Er zijn wel volop ontwikkelingen, ook binnen Nederland, om die testen wel zover te krijgen dat ze ook ter plekke laboratoriumkwaliteit resultaten kunnen geven, maar dan ook snel. Dus dat is wel waar volop aan gewerkt wordt door Micronit en de bedrijven in Nederland. En binnen wat voor een tijdsbestek moeten we aan denken dan, voordat dat klaar is? Nou ja, dat hangt heel erg van hoe de goedkeuringstrajecten gaan lopen en ook een aantal technische barrières. Maar de verwachting is toch dat dat richting het einde van het jaar echt beschikbaar komt. En iedereen richt zich erop om, voordat de nieuwe griepgolf / tweede coronagolf potentieel zich aandient, om dan toch echt wel die testen gereed te hebben. En daar wordt heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te maken. En is dat in grote volumes? Of is dat goed schaalbaar op die manier? Ja, dat is zeker goed schaalbaar. Dat zijn allemaal technieken die geschikt zijn voor massaproductie. Alleen dan nog is het een hele uitdaging om genoeg van die producten te gaan maken. Ja. Omdat de vraag zo groot is dat er waarschijnlijk meerdere leveranciers nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Maar kijk je dan naar schaal Nederland of schaal Europa / wereld? Nou, in principe is denk ik vanuit, ja, stel dat wij ze hier beschikbaar zouden hebben en er is hier op dat moment even geen vraag omdat we in een dip van de pandemie zitten, dan is het denk ik een soort morele verplichting om ze elders in de wereld te gaan gebruiken. Want ik denk dat overal in de wereld men hulp nodig heeft om door deze crisis heen te komen. Maar goed, als het hier dicht bij huis nodig is, dan zullen we ze hier ook gebruiken. Ja, precies. Ik noemde net al even Lab on a Chip, een geheel laboratorium op één chip. Kun je uitleggen wat dat precies is? Nou, eigenlijk, je kunt er zo naar kijken dat je in plaats van dat je een heel buisje bloed naar het laboratorium stuurt, dat je een druppel vloeistof, dat kan bloed zijn, maar ook urine of iets anders, op een klein plaatje legt waar eigenlijk alle functies in zitten. Dus op dat plaatje zit een leidingnetwerk. Nou, dan kun je ons zien als een soort moderne loodgieters waar we hele kleine kanaaltjes maken ter grootte van je haarvaten. Dus zo'n kleine, ongeveer 50 micrometer tot 100 micrometer in diameter. Er zit een heel netwerk en op verschillende punten in dat netwerk zitten er ook weer sensoren. En die worden dan uitgelezen met behulp van vaak een uitlezenapparaatje of een mobiele telefoon. En die data die zegt dan wat over wat er in dat druppeltje zat wat op je chip is gegaan. En dat hele vakgebied om dat soort dingen te doen wordt Lab on a Chip genoemd. En de toepassingen die jullie ontwikkelt, zou je daar een aantal voorbeelden van kunnen noemen waar heel duidelijk wordt wat het voordeel daarvan is? Nou, een van de marktsegmenten waar we heel druk mee zijn is DNA-analyse, next generation sequencing. Nou, dat is nog niet iets wat echt buiten het lab plaatsvindt. Het is nog wel iets wat in het lab plaatsvindt. Maar van DNA zit er maar heel weinig in een monster. En daar heeft Lab on a Chip ook weer het voordeel dat je dan met heel weinig vloeistof toch dat DNA kunt analyseren. En ja, dat is een markt die wereldwijd nog steeds heel hard groeit, waar wij als Micronit ook hoofdleverancier zijn van een van de marktleiders. Dus dat is een heel belangrijk segment. Dus in principe kun je dus je DNA-paspoort tegenwoordig gewoon voor een paar duizend euro op een cd'tje laten branden, of een dvd, want een cd'tje is niet groot genoeg. Die informatie wordt gegenereerd met Lab on a Chip technologie. Dus dat is een belangrijk marktsegment voor ons. En naar de toekomst toe is het echt de sneltesten, de in vitro diagnostiek. In vitro betekent letterlijk in glas diagnostiek doen. Dus eigenlijk in een reageerbuisje. Alleen in ons geval is het reageerbuisje niet alleen een buisje, maar echt een heel netwerk van buisjes waar sensoren in zitten. Dus een echte Lab on a Chip. En daar moet je dus denken aan testen voor van alles en nog wat, waarvoor je nu naar de prikpost van je huis, naar de prikpost zou gaan. En met name voor chronische ziektes of dingen die niet zo, wij wel vaak moet meten, maar die niet zo levensbedreigend zijn. Daar zitten denk ik hele grote kansen voor ons als bedrijf en onze klanten om echt verschil te maken. En
Jij bent gestart met een initiatief, Fire Alert, om aan de overheid de mogelijkheden te laten zien ten opzichte van het coronavirus. Wat is dat initiatief precies en wat doen jullie daarin? Samen met een aantal ondernemers hebben we de handen ineengeslagen om de kennis die we hadden op innovatief gebied voor de gezondheidszorg bij elkaar te brengen. En daar hebben we dus ook richting de hebben een websiteje van gemaakt en ook een aantal voorbeelden richting de overheid gestuurd om te laten zien wat er allemaal al kan en wat de readiness level daar is om Nederland ook sterker uit deze coronacrisis te kunnen laten komen en ook onze hulp aan te bieden bij zowel het onderzoek naar het virus als ook middelen om het virus te bestrijden dan wel te detecteren. Dus er zijn best wel wat ondernemers samen gaan werken naar aanleiding van die communicatie om daar toch zaken te ontwikkelen. Dus dat is wat we daar gedaan hebben. Ik denk dat met name ook het onder de aandacht brengen van wat er al kan. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel was van wat we gedaan hebben. Zijn er nu al spin-offs die daar uitkomen of is het echt een stukje awareness? Nou, beide. Je ziet dat er zijn wat samenwerkingen ontstaan die voor de crisis er niet waren. Dus ondernemers hebben elkaar opgezocht en zeggen, hey, kun jij dat? Dat is een puzzelstukje. Ik kan dat. Nog een puzzelstukje. En op die manier zijn er initiatieven ontstaan om versneld een instrument voor onderzoek naar antistoffen en het filteren van cellen naar de markt te brengen. Er is weer een andere partij die heeft een slimmigheidje bedacht om heel snel te kunnen screenen op, op antistoffen en dan verschillende soorten. Weer andere werken aan virus. Er zijn echt vrij veel verschillende initiatieven ontstaan. En dat is denk ik alleen maar goed. Want daar ontstaan toch kansen om beter voorbereid te zijn op een tweede golf. Dan wel spin-offs naar andere segmenten. Want coronavirus is één virus, maar zo zijn er meerdere virussen. Dus als die technologieën doorontwikkeld zijn, kunnen ze op andere vlakken wellicht ook van dienst zijn. Ja, en jullie als organisatie staan bekend als een groeiende organisatie. Ook in deze tijd, waarin er heel veel behoefte is naar jullie specialisme. Waar is dat met name aan te danken dat jullie zo'n mooi groeipatroon doormaken? Nou, ik denk dat de basis voor de technologie is toch de behoefte om het laboratorium naar de plek te brengen waar je het nodig hebt. En daar zie je dat wereldwijd toch de vraag juist aangezwengeld wordt in deze crisis. En daarnaast zijn heel veel van de producten die we al in onze portfolio hadden, werden al gebruikt voor onderzoek naar virussen en DNA. En die blijven gebruikt worden. Je ziet wel wereldwijd verschuiving in de markt en dat merken wij ook. Dus het ene loopt wat harder dan het ander. De ene marktsegment heeft het wat moeilijker dan het andere, maar gemiddeld zien we eigenlijk gewoon nog een heel mooi groeipatroon en juist heel veel extra aandacht voor de level-chip technologie. Dus we zijn eigenlijk wel heel optimistisch over hoe de toekomst kan verlopen. Maar goed, wat iets makkelijker is geworden is nu het vinden van medewerkers die hoog opgeleid zijn, want dat was een van de groeibarrières en dat lijkt iets makkelijker te zijn geworden. Dat is ook wel te verklaren, maar dat maakt het voor ons weer wat makkelijker om een volgende stap te zetten. Ja, kan me voorstellen. En andere vraag, waar kan Micronet een gamechanger in worden als we kijken naar pandemieën en de bestrijding of zelfs het voorkomen daarvan? Want jullie hebben echt wel revolutionaire technologieën waar jullie aan werken. Onze rol in het systeem is eigenlijk altijd dat we dat samen met klanten doen. Dus je ziet een aantal klanten die echt hele bijzondere dingen doen met de onderdelen die wij met hun ontwikkelen en produceren. En dan kun je dus denken aan het versneld onderzoek doen naar het virus zelf en ook de antistoffen, hoe die zich gedragen. Dus heel specifiek cellen uit het bloed filteren van iemand die de ziekte al heeft gehad, om te onderzoeken wat daar nu echt veranderd is en hoe ze zich gedragen. Maar ook het
ontwikkelen van sneltesten op meerdere vlakken. Dus er zijn meerdere sensortechnieken die dat mogelijk maken. En die partijen helpen wij om de sensoren in te bouwen, om ook echt een level chip ervan te maken die ter plekke gebruikt kan worden. Maar dat geldt dan ook weer voor zowel het meten van de antistof in het bloed als het virus in bijvoorbeeld een neusswap of andere monsters. Dus dat zijn vlakken waar we denken dat we echt verschil kunnen gaan maken om partijen versneld naar de markt te krijgen. Omdat we heel veel van de bouwblokken die we daarvoor nodig hebben eigenlijk al op een hoog niveau klaar hebben liggen. Ja, precies. En als je kijkt naar de afgelopen tijd, zie je dan dat daar nog kansen onbenut zijn of waar nog meer uitgehaald zou kunnen worden? Nou, ik denk dat er zeker kansen zijn die onderbelicht zijn. Ik denk dat de reactie van Europa en ook de Nederlandse overheid heel erg gericht is geweest op het doen van meer onderzoek. En ik denk dat er kansen gemist worden mogelijk doordat het hooginnovatieve MKB eigenlijk een launching customer mist. Dus om de innovaties die eigenlijk al een hoog TRL-level hebben, om die versneld naar de markt te brengen. En omdat dit een gereguleerde markt is, is daar samenwerking met overheden cruciaal. En het daar goed samenwerken, daar valt nog wat te verbeteren. Dat is zeker nog niet optimaal. Maar er wordt wel naar gekeken, maar je ziet dat. Ja, en dat is ook heel begrijpelijk, dat natuurlijk overheden ook heel druk waren met de brand blussen. Nou, dat is die periode hebben we nu eventjes achter ons. Ik denk dat het nu belangrijk is om te kijken welke initiatieven er zijn om verder te versnellen. Om een volgende brand echt te voorkomen en die in de kiem te smoren. Dus ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. En daar wordt gelukkig hard aan gewerkt, maar daar mag voor mij nog wel een tandje bij gezien hoe andere plekken in de wereld daarmee omgaan. Die gaan daar toch nog iets voortvarender te werk. En in Europa hebben we natuurlijk best wel strenge regels als het gaat om staatssteun en dat soort zaken. En daardoor komen dingen denk ik niet snel genoeg van de grond in het belang van gewoon de hele economie en ook het beschermen van de maatschappij tegen deze pandemie. Dus dat zou nog iets sneller mogen, denk ik. En in welke landen zie je dat wel op de juiste manier wordt toegepast of beter? Nou ja, kijk, er zijn ook landen met regimes die natuurlijk al wat directiever erin zitten. Nou, dat regime willen we zeker niet in Europa. Ik denk dat we daar niet echt jaloers op zijn. Maar het stelt ze wel in staat om vrij directief ook heel snel besluiten te nemen. En de besluitvaardigheid is wel iets wat daar sneller gaat. En ook in Amerika zie je ook op een aantal punten heel snel besluiten nemen. Je ziet ze ook misschien niet altijd goede besluiten nemen, maar dat is dan een andere discussie. Maar het dingen in gang zetten, daar is men toch wel vrij snel in. En ook China zag je daar heel snel handelen in een korte tijd. Korea, dat zijn misschien niet de regimes waar we de politiek van allemaal willen, maar wel de daadkracht en slagvaardigheid op het gewoon in gang zetten, beschikbaar stellen van middelen om zo'n pandemie echt effectief te bestrijden, dat is daar denk ik wel vrij snel gegaan. Ja. Met name ook het gebied van sneltesten en het doen van veel testen, dat is daar vrij snel uit de startblok gekomen. Dat heeft hier iets langer geduurd. Maar denk ik, gelukkig hebben we hier nu relatieve rust, dus we hebben denk ik ook tijd nu om ons voor de tweede golf voor te bereiden. Dus laten we die zorgen dat we nu wel voor die tijd dat wel op orde hebben. Oké. En waar ben je nou echt trots op als je even terugkijkt naar de afgelopen periode? Nou, er zijn heel veel zaken waar ik trots op ben. Maar als ik kijk wat voor plannen wij vorig jaar hebben gemaakt en waar we vandaag staan, dus halverwege 2020 met toch al een belangrijk deel van de lockdown achter ons, dan liggen we eigenlijk zelfs een klein beetje voor op ons plan wat we vorig jaar gemaakt hadden als bedrijf. En dat is echt wel te danken aan het team wat de bal enorm goed heeft opgepakt. Ik ben heel trots op het Biconet team, hoe zij met de klanten toch de communicatie voor elkaar hebben weten te houden. En heel snel in een toch wel lastige thuissituatie met soms wel letterlijk de kinderen op de achtergrond in de videocalls met collega's toch hebben weten door te werken. Dus daar ben ik echt super trots op dat in deze periode gewoon zo goed gelukt is en dat met elkaar toch nog zoveel impact hebben weten te hebben in
ondanks de coronacrisis en de lockdown. Ik denk dat dat... het was ook wel heel spannend op een aantal punten. Van mijn collega's zijn heel druk geweest met de supply chain. Want ja, ook wij krijgen materialen uit het buitenland. Dus het was echt niet zomaar gezegd dat die nog voorradig waren. Dus er is ook, ja, dus behoorlijk wat... Er is behoorlijk wat gebeurd om dat echt voor elkaar te blijven houden. Er was zelfs een fabriek dicht in het buitenland. En die hebben we toch nog kunnen overtuigen voor ons nog weer open te gaan. Omdat we anders de producten die we voor de medische sector maakten niet zouden kunnen leveren. En dat was ook echt gebeurd. Dus zij hebben, omdat wij medische producten leverden die kritisch waren, uiteindelijk de fabriek toch weer open kunnen doen. Omdat zij in eerste instantie door de overheid verteld was dat die dicht moest. Maar de medische supply chain heeft men geprobeerd toch zoveel mogelijk intact te houden in de wereld. En daar hebben wij, ook dat hebben wij ervaren, dat niet zo eenvoudig was. Maar wel, het is uiteindelijk wel gelukt en die credits liggen helemaal bij het marketing team en het crisisteam dat daar voor is ingesteld. Ja, knap dat het gelukt is. Ja, absoluut. En hoe zie jij de wereld na de crisis? Van eigenlijk, nadat wij eruit zijn uit deze coronasituatie? Nou, ik vind het een lastige vraag. Een beetje toch een glazen bol. Ik denk, voordat we eruit zijn. En de vraag is, wanneer dan? Dus dat is al een... Want ja, het lijkt hier nu even rustig in Nederland. Maar als je op andere plekken in de wereld kijkt, dan is de pandemie op dit moment nog steeds aan het versnellen. Dus in hoeverre dat... wanneer het echt over is... Ja, misschien komt die golf ook nog even terug in het najaar. Dus dat is één ding waar we denk ik rekening mee zouden kunnen houden. Ik denk ook dat de wereld echt wel gaat veranderen als het gaat om het bewustzijn van mensen dat het reizen niet zonder risico's is en de mobiliteit. Dus ook de wereld over reizen betekent ook dat je van alles van hand naar her brengt, ook virussen en dat soort zaken. En ik denk dat men ook heel bewust is geworden dat reizen ook niet in alle gevallen echt noodzakelijk is. Zelfs een zakelijke reis is misschien soms toch een beetje toch ook wel een hoge mate van leuk. En ik denk dat ook het beleid van een aantal bedrijven in Nederland zie je al veranderen op dit moment. Dat men toch zegt, misschien is zo nu al een videocall toch wel best een goede vervanging ten opzichte van het er naartoe vliegen en in persoon. Het videobellen zal nooit helemaal persoonlijk contact vervangen. Zeker niet als je mensen nog niet kent. Maar zeker als je mensen kent, dan kun je best een hoop regelen op afstand. Ja. Dus ik denk dat wel blijvend zal blijven veranderen. Of blijvend voorlopig is. Daarnaast denk ik ook ik hoop toch wel het bewustzijn van dat we toch maar één planeet hebben. Dat ook wel... blijvend veranderd zal zijn. En dat we toch iets zuiniger omgaan met de schaarse middelen die ter beschikking staan. Dat we toch de planeet een beetje op orde houden. Ja. Meer vlakken dan alleen het virus. Dus Oké. En tot slot, wat zou je als een belangrijke tip willen meegeven aan ondernemers en managers die kijken naar deze reeks? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wat ik toch zelf gemerkt heb, is het zijn van een team als bedrijf. En ook de reactie op zo'n crisis. Dat je op dat moment er bent voor elkaar. En ook de juiste dingen kunt doen met een doel voor ogen. Dat zie ik toch als een hele belangrijke factor. Dus de wendbaarheid van de organisatie zit toch wel in de mensen en niet in de... In hoe je met elkaar samenwerkt. En niet zozeer in alles wat mooi op papier staat. Uiteindelijk zijn het toch de collega's en iedereen in het team die het moet doen. Ik realiseer me daar ook bij dat we wel heel hard gewerkt hebben, maar ook wel verrekte mazzel hebben gehad met MyConnect. Dat we niet in de sector zaten waar we direct in de assanering of de NOE-regeling moesten denken om de boel in de lucht te houden. Dus ik heb heel veel respect voor de ondernemers die zich op dit moment daardoor heen moeten... borstelen. En ik denk dat maak daarbij ook zeker gebruik van de creativiteit van de medewerkers. Want daar zit ook bij MyConnect komt er iedere keer weer achter, daar zit heel veel potentieel. Nou, mooie tip. Top. Nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw interessante en inspirerende verhaal. Ja, jij ook hartelijk bedankt voor het interview. En ik wens iedereen die
hier naar kijkt, ondernemers, niet-ondernemers. En ja, veel wijsheid bij de aankomende tijd, want het zijn bijzondere tijden. Dat staat wel buiten kijf.